Appieu. Stuur me op. Eet smakelijk. Kun jij je eigen nou niet een klein beetje inhouden met dat eten? Je weet dat ik aan de lijn ben. Ik toch niet, Jaap. Maar goed eten. In de Real moet je stevig in je schoenen staan. Vorige week nog, hè? Een collega van mij. Die houdt niet van pannenkoeken. Is die uitgegleden, zeg, net toen het vloed werd. Is die de Berinde Kerk pas uit kunnen kruipen. Jij altijd met je verhalen over de Real. Volgens mij zuigen die allemaal uit je duim. Maar ja... Jij kan verzinnen wat je wil, er is toch geen mens die het gaat controleren. Ga je toch gewoon een keer gezellig een dagje met me mee? Ga je eens even fijn. Ben net ziek geweest. Ho, 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 ho. In de Real is het juist hartstikke gezond, man. Wij zijn immuun voor alles. Ja, neem Huib Scholt, hè. Die heeft al jaren de ziekte van Weil. Normaal ga je dat dood dan. Nou, hij heeft nog nooit één dag overgeslagen. Dan kan je toch wel een beetje solidair met mij zijn, Simon. Dat je bijvoorbeeld alleen een beetje fruit bij je hebt. Heb ik ook, ja, heb ik ook. Hij is fijn, Simon. Hij is fijn. Steek mijn ogen maar uit. Ja, je doet het er niet voor niks, man. Als jij een zondag 5 kilo bent afgevallen, heb je toch een mooie knaak verdiend van Nel. En die ga ik verdienen ook, Simon. Haha, jij kan voor mijn neus neerzetten wat je wil. Ik houd het bij peen. Zo ken ik je wel. En ik ben blij dat je zo standvastig bent, want ik heb er maar 20. Dank, ja. Ik heb een verrassing voor je. 2 prachtige zitplaatsen voor aanstaande zondag. Voor Feyenoord? Schei eens uit, man. Voetbal, dat is ordinair. Dit heeft te maken met cultuur. Ja, dit zijn 2 kaartjes voor de Filmliga in de Lantaarn. Van Huib Scholten gekregen. Die zit er in het bestuur. Wat draaien ze daar dan voor film? De Derde Man. Nooit van gehoord. Mooiste rioleringsfilm van de wereld. Wie speelt daar dan in? Orson Welles, man. Die met Rita Hayworth getrouwd is. Je weet wel, die eerst met Ali Khan was. Hé? Ja, ja. Als Rita heet wordt en Ali Khan niet, dan mag Orson wel eens. Waar heb je het over? Als Rita heet wordt en Ali Khan niet, weet wel, dan mag Orson wel eens. Wat, Simon? Een peentje, Jaap. Een peentje. Ik zou de beter in de staan. Nog mooier en vol. Nou, zij even kijken. Hoeveel hebben we er nou? 12, dat moet genoeg zijn. Nou, ik hoop het maar. Wat als Nico met al zijn collega's is gaan plukken, hebben we misschien wel een paar kilo. Oh, maar het koopt altijd erg in, hoor. 12 potten rozenbottels jam. Als je dat wint op de pensiever, kan je voorlopig wel vooruit. Oh, maar het is zo op, want Mientje Polderman uit Vlaardingen, daar heb ik het recept van. Die doet het altijd met een vriendin en die hebben 12 potten voor de hele winter. Nou, die zijn er wel binnen 14 dagen doorheen. Heerlijk? Ja, kinderen zijn er gek op. Het is ook zo lekker. Dan neem ik vanavond een potje voor mijn moeder mee. Trouwens, hartstikke lief dat je met me meegaat. Krijg Jaap echt met geen stok er naartoe. Oh, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik ben reuze nieuwsgierig naar die nieuwe vloerbedekking van er. Geen ermuiden matten. Oh, meid, het is zo artistiek. En je moet het een paar keer per maand water geven. Echt? Ja, met een bloemengieter. Oh, maar dan is het echt iets voor Sim. Maar die is gek op natte voeten. Hadi, Nico. Kom verder. Goedemiddag. Nou, hè. Zo, jullie hebben wel goed je best gedaan, zeg. Ja, we zijn met 5 man op pad geweest en volgens mij is er in heel Tuindorp geen rozenbottel meer te vinden. Zo, dan mag je wel naar de stomerij met je uniform. Ach, het is voor ons eigen fancyfair. Nou, dames, we zijn reuze blij dat jullie het willen doen. En nou maar hopen dat we voldoende geld ophalen, want we mikken op 3 politiehonden. Hebben jullie nog niet genoeg dan? Nee, dit zijn hele speciale, afgericht op hash. Hash? Ja, dat is een soort verdovend middel. Dat roken ze. Heel populair bij die nozens. Ja, dat is een groot nieuw probleem voor ons. Ja, vandaar dus ook die honden, hè, die ruiken dat.
Ja, voor mij is het niet nodig, want ik ruik hus op kilometers afstand. Nou, het is toch wat, hè, met die jeugd van tegenwoordig. Ja, vroeger, hè, bij ons in Emma Compasquem rookten wij ook wel eens een pijpje, maar dan uitsluitend laagveen. Oh, lekker voor de gordijn. Nee, stiekem in de bedstee met de deuren dicht. Nico, op je koffie? Nee, dank je. Nee, ik moet er meteen vandoor. We zitten namelijk achter een harsbende aan. Joh. Ja, wat is er vannacht te pakken? Konden we ze niks maken, hadden ze ineens niks meer bij zich. Hadden ze waarschijnlijk ergens in een put gegooid. Oh, nou, schiet dan maar op, Nico, dan kunnen wij ook aan de slag. Sterkte met het pellen. Vanavond is alles klaar, hoor, Nico. En we zijn er niet, maar je kan altijd met het touwtje naar binnen. Voor de bakker. Gaat zoiets naar zijn werk, zus? Nou, je pakt zo'n ding. Je trekt dat kroontje eraf. Je breekt hem open. Je veegt die pitten eruit. Hè? Gaat om het vruchtvlees. Gezellige meid. Net als in de oorlog. Japio. Waar blijf jij nou, man? Ik zit al 15 minuten op je te wachten. Kom op naar huis om te gaan kegelen. Nee. Ga even zitten, want wij gaan er helemaal niet kegelen. Wat nou, we gaan er helemaal niet kegelen? Is iedereen al weg? Ja, natuurlijk. De avondploeg is al lang aan het werk. Mooi. Let op het springen zonder lintwormen. Voilà. Wat is dat? Gele Libanon. Gele Libanon, volgens mij is het bruin. Ja, je hebt natuurlijk een lichte fecaliënspoeling ondergaan. Wat is het? Dat is hash. Doe weg, Simon, doe weg. Dat is verboden. Dat is verboden. Dadelijk komt er iemand binnen, zitten wij voor jaren op de Noordsingel. Wel, nee, man, dan niet voor zo'n klein stukje. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat stond van de week in de krant dat ik er geweldig mee voor gaas ga. Weet toch niet, ja, het is geen mens die het weet. Maar het is levensgevaarlijk, Simon. Als je daar één haaltje van neemt, dan weet je niet eens je naam meer. Wel, nee, man, dat zeg ik alleen maar om de mensen ervan af te houden. Anders kopen straks geen mens, geen jenever meer. Dat doen ze van regering weten. Hier zit geen accijns op. Hoe kom je er eigenlijk aan? Van Huib Scholt, hè? Heb hij vanochtend gevonden in de riool? Heb hij het verdeeld? Allemaal een stukje. Wist hij dan wat het was? Tuurlijk, man. Hij is expert. Die is er al jaren ondergronds mee bezig. Weet er alles van. Hij zegt nog tegen me, hij zegt, Simon, houd het nou een beetje exclusief, hè? Dat je niet met Jan en Alleman gaat zitten paffen. Neem nou iemand met een uitgebalanceerde persoonlijkheid. Iemand die er tegen kan. Dus ik denk meteen aan jou. Dat wel, natuurlijk. Het is enkel maar geschikt voor de moderne mensheid. Hè? Mannen van de wereld, zoals jij en ik die het leven kennen. En hoe gaan we dat dan doen? Jij hebt thuis toch die goudse pijp? Tuurlijk, gewonnen toen met schaatsen. Nou, die meiden die denken dat wij vanavond gaan kegelen. Zij gaan naar je schoonmoeder, stoppen wij lekker een pijpje. Zou je denken? Zeker weten. En dan kunnen we daarna natuurlijk altijd nog gaan kegelen, want dan zijn we natuurlijk onverslaanbaar. Wat dacht jij dan? Al die sportmensen gebruiken het, hè? Hoe dacht jij dat die Henk van der Griff wereldkampioen is kunnen worden? Ja, dat vond ik ook al zo gek. Heb je hem? Haha, je komt eens. En ik citeer hierbij onze grote voorganger Huib Scholten. Vanavond betreden wij het transcendentale ordestelsel der hallucinisten en opiumschuivers. Hele nieuwe werelden zullen voor ons opengaan. Zo, wat je er allemaal ziet, man. De regenboog, hele planeten. Je kijkt zo tot het einde van de melkweg. Yuri Gagarin is er niks bij. Simon, maar wachten we nog. Nou, Nel, je ziet het zeker wel. Aanstaande zondag keer jij fluiten naar je knaak. Heel goed, Jaap. Ik ben trots op je. Dat dacht ik ook. Jappie. Hi, Nel. Azien. Hi, Nel. Gaan we? Ja. Eén potje voor mijn moeder. Dat vind ik nou zonde, weet je dat? Doodzonde. Nou, Jaap.
Beetje zoetigheid voor het mens, ken toch geen kwaad? Paarden voor de zwijnen, Simon. Dat mens is zo zuur, al douw je daar de hele Betuwe in. Dat is een druppel op een groeiende plaat. Je hebt het wel over mijn moeder, ja? Inderdaad, Nel, inderdaad. De enigste vrouw ter wereld waar Kenau Simon zocht de hasselaar nog een blokje voor ze omlopen. Kopers, kopers, win je eigen nou niet zo op. Anders raak je dadelijk weer geen kerel. Dat is waar, Simon. Goed dat je het zegt, hè? Want het wordt natuurlijk vanavond een hele bijzondere kegelavond. Nou, zullen we maar gaan, Nel? Voordat onze humoristen nog leuker worden. Ja, ga maar gauw, anders heb je moeder misschien de ijzeren gordijn al laten zakken. Kijk je straks wel een beetje uit met de drank, Jaap? Je wordt er alleen maar dik van. Drank, Nel, doe toch niet zo ouderwets. De moderne man van vandaag de dag, die heeft toch zeker geen alcohol nodig om zijn geest te verruimen? Wat je zegt, Simon. Uitgebalanceerde persoonlijkheden zoals ons, die zoeken hun heil toch niet meer in het gerstenat? We zijn hem wat te vieren, hè? Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Tot vanavond. Dag. De pijp, Jaap. De pijp. Ja. Kijk eens even. Is die mooi of niet? Grandioos, Koos. Grandioos. Wat? Ja. Ja, het is geen man die niet roken kan. Wat doe je nou, man? Dat is toch zonde van die sigaar? En we zouden toch aan de hash? Nee, je moet het bijmengen met tabak. Anders zweef je dadelijk meteen het raam uit. Zo, ga je ervan vliegen dan? Hij zegt, je krijgt het gevoel alsof je gewichtloos bent. Oh, dus je valt er nog vanaf ook? Dan loop ik nou de hele week peen voor te eten. Wat maak je nou, joh? Je steekt het in de hens. Dan hebben we er niks meer aan. Nee, dat moet ook. Je moet het eerst verwarmen, anders kan je het niet verkruimelen. Stinkt dat spul, joh. Stinkt, hè? Ruikt juist lekker. Het is gewoon een kwestie van wennen, hoor, Jaap. Want toen ik voor de eerste keer in de riool kwam, dacht ik ook dat het stonk. Broeder Winnetou, aanvaard deze vredespijp van uw bloedbroeder Old Spetterhand. Oh. Ik merk niks, Simon. Geduld, Jacobus, geduld, geduld. We zijn nou transcendentaal bezig, dat heb ze tijd nodig. Zo'n tafelkleed, Simon. Dat is evengoed nog een hoop werk om dat te maken. Al die kleuren. Er zijn tientallen Perzen zijn daar jarenlang mee bezig geweest om dat te maken in Perzië. En als ze dan zo'n kleedje af hebben, Jaap, hè, dan vliegen ze er eerst even een rondje op. Ja, om te kijken of die goed is, hè, net als bij een auto. Gaan die over 1-8 ijs, die Perzen? Hele goede schaatserijers ook, hoor. Ik doe nooit mee aan de wereldkampioenschap, omdat ze dan alles zouden winnen. Een rondje van 36. Lachen ze op, die pers. Die Sja. Die heeft die Soraya eruit gegooid. Want die lag altijd in een wak. Ja, ja, ja. En Farah Diba, die hebt hij leren kennen in de IJsrevue. Die schaatsen daar in het hoofdnummer. Kees Joutje Dijkstra nog een puntje aan zuigen, Farah Diba. Ik merk nog steeds niks hoor, Simon. Geduld, Koops, geduld, geduld, geduld. Misschien dat ik toch een te sterk gestel heb.
Jij hebt inderdaad een hele mooie bouw. Ik denk wel eens bij mijn eigen, ik ken eigenlijk niemand met een mooiere bouw als jou. Kijk, ik heb misschien wel een beetje veel, Simon, maar het is allemaal in proportie. Hè? En ik kan het makkelijk hebben, want ik heb helemaal nergens last van. Ja. Je koopt en dat je er ook zo lenig bij bent, man. Ja. Hey, ja. Volgens mij kun jij gemakkelijk op je hoofd staan. Op mijn hoofd staan? Ja. Natuurlijk, Simon, wat dacht jij nou? Grandioos, Jacobus, grandioos. Jij kan zo naar de Olympische Spelen, hoor. Die Klaas Boot, nou, die kan beter thuis blijven. Ja. Alleen die hars, Simon, dat is niks, hoor. Daar merk ik niks van. Weet je wat? Doe er gewoon nog een beetje bij. Jij bent een echte vriend, Simon. Een echte vriendschap, daar gaat niks boven. Ik kan het heel wat slechter treffen, hoor. Neem nou, Remy. In Alleen op de Wereld. Ik was helemaal alleen, hoor. En wat dacht jij dan van Robinson Crusoe? Die zat er ook helemaal in zijn eentje op dat eiland, hoor. Want die vrijdag, ja. Die kwam natuurlijk pas vrijdag. En hij zat er al vanaf maandag. En Kruimeltje. Die stond ook overal alleen voor, hè? Oh, Jacobus, denk je wel aan de lijn? Want dat kan een van de bijverschijnselen zijn, zei Huip. Hij zegt, je kan er soms enorm van gaan eten. En dan vooral zoetigheid, hè? Ja, ik toch niet, Simon. 1 of 2 likkies. Dat is waar, Jaap. Jij kan nou alles hebben. Hè? Jij bent nou toch gewichtloos. Jacobus, dit is het laatste beetje. Ja. Dat ik er nou toch helemaal niks van merk, dat is wel zonde. Maar Jaap, dat is wel gezellig. Dat is waar, Simon, het is een hele gezellige avond. Goedenavond. Nico. Ook Nico, het is allemaal al op, hoor. Ja, dat zie ik. Ja, het was ook maar een heel klein beetje. Een heel klein beetje. Ja, net genoeg voor Jaap en mij. Ja, we hebben er ook helemaal niks van gemerkt. Ach, meen je dat nou? 11 potten jam. En dat voel jij niet zitten. Oh, die jij. Die was voor onze Vinciveer. Nee, toch? Ja, toch. Die zou ik vanavond komen ophalen. Dan heb je pech, Nico. Maar het was hele lekkere jam. Heb ik me daar met 5 collega's eruit een naad lopen plukken. Nico, laten wij er de vredespijp op roken. Jongens, ik ben hier niet blij mee. Nico, neem nou eens een lekkere haal. Hé? Hey. Het is een lekkere tabak, hoe kom je daar nou aan? En dat mag ik eigenlijk niet bekendmaken, Nico. Maar het komt uit het Pamirgebergte. Wordt daar gekweekt door monniken. Oh, nou, dat doet een mens goed. Ja, wat dacht jij dan? Als wij jou iets aanbieden, dan is het natuurlijk geen shit.
Dat proef je. Heerlijk spul, zeg. Hallo. Wat krijgen we nou? Niks. We roken even een pijpje met Nico. Simon Stokvis, waar is die jam gebleven? Den jam bevindt zich in den buik van Jaap. Die had een beetje trek. Daar hebben zus en ik de hele middag op staan zwoegen. Maar dat was toch allemaal voor de politie, Fancy Fair? Ach, meiden, wat kan mij die stunt nou schelen? Maar mij wel. Dat is toch schandalig? Daar kan je heel niet lichten of jullie maken er weer een potje van. Ach, wat een drukte. Er zijn veel grotere problemen in het leven. Helemaal niet. Deze potten zijn morgenavond om 6 uur weer vol. En dan kom jij ze weer ophalen. Goed zo, meisje. Ik zal er zijn. En daar gaan jullie voor zorgen. Oh ja, daar draaien wij onze handen toch niet voor om. Wel nee, Simon, kind kan de was doen. Zijn jullie niet gaan kegelen? Goed dat jij dat zegt, zusje. Kom op, je komers. Het is al 9:30. Kegelen, Simon. Dat is toch veel te laag bij de grond. Ja, dat is waar natuurlijk. Daar zweven wij nou ver boven. Wat doen jullie raar, joh? Wat stinkt het hier trouwens? Wij zijn aan de hash. Wat? Wij roken transcendentaal. Oh, nou, geef mij dan ook maar een trekje. Begin jij nou ook al? Weet je niet dat het hartstikke slecht is? Oh ja. Voor de gordijnen. In de vuilnisbak met die rommel. Heel verstandig van je, Nel. Het is weer het oude liedje, Sibel. Wij gaan met onze tijd mee, maar dat is aan hun niet besteed. De middeleeuwen, Jaap, de middeleeuwen. Want wat bleek vanmorgen op de schaal? Was die 3 kilo aangekomen? Was die meteen zijn Riksdaal er ook kwijt? En die bioscoopkaartjes zijn ook voor ons, want daar hebben ze toch geen tijd voor. Oh, nee, de derde man, daar heb ik nou altijd al eens naartoe gewild. Oh ja, en die muziek, hoe ging die ook alweer? La 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 la. Pling pong. La 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 la. Pling pong. La 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 la. Kijk eens, zus, de druivenplukkers zijn weer in het land. Oh, met een hele grote volle rietenband. Lekker werk op mijn vrije zondag. Eigen schuld, Jaap, moet je maar niet zo modern doen. Nee, gaan jullie maar lekker transcendentaal pellen. Kijk, ja, je pakt zo'n ding. Je trekt het kroontje eraf. Je breekt hem open. En je schuift de pietjes eruit. Ja, het gaat om het vruchtvlees. Alsjeblieft. En hier is het recept. Goed in laten koken, hoor. Om 6 uur komt Nico alles ophalen, dus jullie hebben nog precies 5 uur de tijd. En reken maar niet op ons met eten. Nee, want na de film gaan we meteen naar Rutex. Van Jan Rix. Nou, je kopers. Sterkte. Ik ga naar Vlaardingen, lekker zwemmen. Simon. Het Kolpabad is nou ook op zondag open, hè? Zitten. Ik heb die jam niet opgegeten, hoor. Pellen. Nou, Jaap. Zou je die dingen ook kunnen roken?